Nijmegenaar krijgt 45 dagen cel voor bedreigen Mark Rutte via Twitter. Helemaal lui. Gaat het wel goed? Ja, mensen, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Fraude TV. Zoals jullie weten ben ik elke dag aan het lezen en heb ik heel veel moeten lezen. Wat ik niet op tv terugzie. En het wordt echt niet besproken met een aantal mensen uit Amsterdam. Om even te kijken of het wel verstandig is om te doen wat hij heeft gedaan. Bedreig nooit mensen op het internet. En als je bedreigd bent, dan mag je aangifte doen. Arnhem, 12 februari 2021. De rechtbank Gelderland veroordeelt een 50-jarige man uit Nijmegen voor het bedreigen van minister-president Mark Rutte via een Twitterbericht. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 45 dagen met aftrek op. Verder legt de rechtbank een contactverbod met Rutte op van 3 jaar. Gekke uitspraak. Helemaal lui. Helemaal loco. Heb je hem bedreigd? Wow, vrijspraak bedreigen, koning. Heeft hij dat hoog gedaan? Nee toch? De man werd ook verweten dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het bedreigen van de koning via een Twitterbericht. De rechtbank spreekt de man hiervan vrij. Dikke vrijspraak. Omdat uit de tweet af te leiden is dat deze aan een andere persoon dan aan de koning is gericht. Helemaal lui. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Een andere persoon dan de koning. Ik snap het even niet. Helemaal lui. Strafbepaling. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat ambtsdragers hun taken moeten kunnen uitvoeren zonder te hoeven vrezen voor hun persoonlijke veiligheid. De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat de man eerder is veroordeeld voor bedreiging. Daarom oordeelt ze dat een gevangenisstraf een passende sanctie is. Uit een rapport van een psycholoog die de man heeft onderzocht, volgt dat de bedreiging de man in verminderde mate kan worden toegerekend. De rechtbank neemt deze conclusie van de psycholoog over en weegt dit in strafverminderende zin mee. Ja mensen, dat was een lijpe uitspraak. Ja, dat is zeer zeker interessant hè, om eventjes op het internet te posten voor jullie. Met een gekke stem eronder en een paar foto's. Meer heb ik niet nodig. Ik ben creatief. Like, comment en subscribe.